Alright, dan zijn we dan eindelijk op GG22 Dreamhack Sports. Onze stand is daar. We hebben een van de grootste stands op de hele expo. Of ik weet niet hoe ik het noem, met beurs. En ik ga hem jullie nu laten zien. Let's go. Die muziek is sowieso tering hard, hè. Oké, hier achter mij is de Free-to-Play Rocket League area. We hebben 3 simracing. En we hebben hier een toernooi georganiseerd. En daarachter kunnen mensen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. En mogen ze aan het rand van Redux draaien en kunnen ze iets winnen. Nou, dit was onze stand, maar we gaan even naar de rest van het terrein kijken. Let's go. KPN is hoofdsponsor, dus ze hebben veruit de grootste stand. Je kunt hier VR gamen. Hierachter kun je voetballen, dus daar gaan we even kijken. Nee, ik kan niet voetballen. Willen we dit doen? Waar ben jij, André? Ik ben er een beetje misselijk van. Ik wil eigenlijk boksen. Kijk, hier zien we onze lieve collega's in een natuurlijke habitat. Gaan we boksen? We gaan boksen. Hey, dit record gaan we easy klappen, André. Hey. Dat, Ik heb dit nog nooit gedaan, eerlijk. Begin ik? Laat Rick maar beginnen. Wow! Dat is een kip, dat is gewoon een kisser, man. Dat is klopt. Dit deed pijn ook. Dit pijn? Ja. Echt pijn? Nee, dat ben jij, hè? Kom eens hier met die camera. Ik mis dat. Ik heb dat helemaal gemist. Oh. Ik heb dat helemaal gemist. Ja, ik wil wel naar die fiets toe eigenlijk. Ga je mee, Rick? Bibb! Help mij. Je zit helemaal niet tellen. Je moet pompen, zeg maar. Ja, ik kan niet daar vooruit geven. Ja, ik vind het doodeng, moet ik bekennen. Doodeng! Oké. Wat? Warm. Maar wel vet. Het is dus niet de bedoeling dat je trapt. Je moet gewoon je gewicht gebruiken om snelheid te maken. Bij onze stand is nu het Rocket League toernooi begonnen trouwens. Misschien is het leuk om daar even te gaan kijken. De boys van Rocket Benelux, waar we dus de stand mee samen hebben, die casten de wedstrijd. Dus die staan daar met van die microfoontjes op. Dus ze doen het echt fucking goed. En kudos. Kijk wie hier is. Kijk wie hier tegenkomen. Ja, leuk man. Is
met jullie allemaal. Leuk jullie te zien, mensen. SD. Nou ja, eigenlijk niet deze muur op de bal afgaat. Ik heb hem nooit gekocht. Dat meen je getuigen geweest van mijn eerste keer karten. Er is veel meer te doen, maar voor die dingen moet je allemaal iets met een bal kunnen. En dat kan ik helaas niet. Dus ik ga de video afsluiten. Vond je het een leuke video? Drop dan even een like hier. Vergeet niet te abonneren als je nooit meer een video wil missen van Readers Gaming. Ben erbij de volgende keer als we op een beurs staan. Als het goed is, is dit niet de laatste keer. En hopelijk zie ik je snel terug in de volgende video. Doei! Die mensen op de achtergrond.